bootje op? Hoe zit het daken? Nou, gaat wel lekker. Plafonds leggen open. Elektra. Leidingen eruit. Poepdozen. Sanitair onklaar. Goed zo. Gaat in de vloer. Nou, dan ben ik het buiten een beetje aan het afwerken. Ja, dit moet nog wel plat hoor, dit. Hé? Dit moet nog wel plat, hè? Ons kruipen ze hier erin, hè? Oh, hier. Kom na 3 dagen even kijken. Heb je wat aan te merken? Nou, ga je gang, kleine kind op. Hé? Hier aan. Nou, heb ik al lang. Nee, laat me zien. Laat me zien. Hier. Hé, hey, kom maar. Ik zit al met je rug, dat kan hij nog ineens oprapen. Ah! Geef maar, geef maar. Ik maak het wel af. Een beetje grieperig ook. Mooi gedaan, nee, hoor dit. Kom eens even mee. Kom eens even mee. Ziet er lekker uit. Nee, kom eens even. Kom eens even. Wat? Ik begrijp het nog niet helemaal. Daar gaan we weer. Nou, moet je luisteren. Dat is helemaal geen schande. Want ik begrijp er ook eigenlijk geen ene man een rijke moeder van. Niemand. Ik bedoel, ik ben hier nou 3 dagen bezig. Ja, vanmorgen dacht ik toch nog eventjes van, ja, wat sta ik hier eigenlijk te doen? Ik zal het nog één keer uitleggen. Graag. Jij bewaakt de democratie. Waarom? Zodat er geen krakers in dit pand kunnen komen. Ja. Want dat is buitenparlementair. Ja. En strijdbaar met de eigendomsrecht. Nee, wacht nou even. Dus dat doe jij. En dat doe jij fantastisch. Fijn. Dat doe jij zo. Fijn. Maar dit huis is toch jouw eigendom? Nee. Ho, ho. Ho, ho. Geen huis. Gebouw. Dit gebouw. Oh. Maar zodat de krakers zij dit gebouw niet gaan bezetten als woonruimte, ja, tref jij bepaalde voorzieningen met je hamertje. Ja, en nee, doe je maar wacht nou eens even. Wacht nou eens even. Hey? Jij gebruikt dit pand toch helemaal niet? Ik bedoel, we zouden hier een bistro beginnen. Jij bent gezakt voor je horecadiploma. Op 1/10 punt. Maar jij bent gezakt. Op 1/10 punt. Jij bent gezakt voor je horecadiploma. Ja. Geloof het niet. Nou. Waarom zouden we er dan niet even tijdelijk een paar krakers in mogen wonen? Zijn toch ook gezochte jongens? Omdat die gasten de hele tering zou vernielen. Ja, nou, wat sta ik hier dan te doen? Nee, weet je, jij staat het woonrecht en het eigendomsrecht door elkaar te halen. Nee, wacht nou eens. Het is allemaal de schuld van een uil. Woonrecht, daar is de ellende mee begonnen. Je hebt nog een vraag. Je hebt nog een vraag. Waarom geef jij dit pand niet op? Dit gebouw? Bij de leegstandregister. Nou. Dan wordt het toch beschermd tegen de krakers? Heb wat gelezen, Voetbal International. Nee, nieuws van de dag. Leegstandswet is voor woningen. En dit is toch geen woning? Nee, nou niet meer. Nee, dit is een gebouw. Nou, een gebouw. Ja, dit is een gebouw. Dit is een gebouw. Is een waarom geef jij dan dit gebouw niet op bij de gemeente dat het leeg staat, tijdelijk? Dan zorgen zij er toch voor dat er geen krakers in komen? Ja, maar daar worden wij toch niet wijzer van ons? Dan moeten er toch krakers in komen in dit gebouw? Oh, nou moeten er weer wel krakers in komen. Natuurlijk! Nou, ik begrijp er geen ene zak meer van, hè. Maandagnacht om 1 uur trekken hier 5 zogenaamde krakers in. Ja? 5 mannetjes met slaapzakken. Ja. Ik kom kijken dinsdagmorgen, zeg, oh, gemeente! Er zitten god voor krakers in mijn pand, zeg ik. Ja, nou, begrijp je? Begrijp. Dan moet ik een uitzettingsprocedure hebben, ja? De gemeente. Ken alleen... Als wij 1 naam weten van 1 van die krakers, dan ken ik. Weet jij die dan? Ja, natuurlijk. Heb je een naam? Ja, natuurlijk. Oh, je hebt een naam? Dus met die naam ga ik naar de burgerlijke rechter. Ja. Die geven een ontruimingsbevel. Daar ga ik mee naar de politie. Je moet alles zelf doen. En die stuurt dan de morbide eenheid? Nee, die sturen niks. Want die krijgen ook steeds meer last van de geweten, die gasten zogenaamd. Dus die doen niks. Dus als ik zeg, moet je luisteren, politie. Ik tren die krakers er zelf al uit, zijn ze al lang blij. Hier, hoor hem. Ja, zijn ze al lang blij. Wie dacht jij daar dan voor mee te brengen, kleine kind op? Heb ik ook al geregeld. Heb ik ook al geregeld. 4 jongens van de sportschool zijn er vrij. 2 nieuwe betrouwbare pooiers, hele betrouwbare leuke jongens. En mijn neef zit bij de Hells Angels. Politie, hartstikke blij. Wij komen eraan, trekken erin. Zogenaamd een beetje matten winnen in. Krakers eruit door de achterdeur. En ik zeg, gemeente, wil je even komen kijken hoe de krakers mijn pand hebben achtergelaten? En wie zal dat betalen? Zo! Wie zal dat betalen? Zo link als een luie deur, die gozer. Het is je vak, hè? Het is je vak. Hey. Dus dan zeg ik tegen de gemeente, moet je luisteren, heb je het goed gemaakt? Ja. Ik maak daar woonruimte van. Ja. Nou, als het gebouw wordt omgezet in betaalt het Rijk de helft van de onkosten. Ja, makkelijk zat. En die andere helft? Origineel waar. Andere helft betaalt de gemeente. Ja, nou nog niet, maar ik dacht dat als wij eenmaal met 50 man in de kamer zitten met de tegenpartij, dat dit een van de eerste van onze eisen en wetten moet zijn. Dat de gemeente de andere helft betaalt. Tuurlijk. Dus we kunnen eigenlijk helemaal niks fout gaan. Wel nee, jongen, en 1 januari. Uiterlijk medio 1 januari proppen wij de 80 Turk in van die koekfabriek daar. De jongens zit hier hartstikke leuk. Zit op de spoorlijn. Wacht even. Wij kennen nog een zwaai naar de trein. Dag! Ja, zit dan mooi die gasten. Kijk dan, niks van hand. Nee, wacht even. Ja. Hoe kent dat? Wat? Dat jij die naam al weet. Welke naam? Van die ene kraker. Hoe kent dat?
Iets heel anders heb ik jou altijd willen vragen. Heet jij nou eigenlijk Tetje Maria of Tetje Johannes van Es? Johannes. Johannes. Tetje Johannes van Es. Johannes, laat je handen wapperen. Ik ga naar de duin, ik vuif je vanavond op een Chinees. Oké? Okay? Graag. Ja, lekker. Johannes, ja, en bedankt voor de uitleg, hè. Ja, oké. Okay. Maak het even af, hè. Prima. Oké. Okay. Johannes van Es. God voor de God, we krijgen nou helemaal de vinketering. Hey. God. Dames en heren, ze zeggen de laatste tijd steeds vaker tegen mij: wat lijk jij toch op Roland Regen? Nou, u dat zegt, heb ik daar eens op gelet, hè. En ik moet ook zelf zeggen, ja, ik heb wel wat van Roland Regen, alleen wat jonger. Gelukkig. Roland Regen is de volgende president van Amerika, mogen wij hopen. En de tegenpartij is het op één punt met Roland Regen eens. En dat is dat de cowboy nooit mag verdwijnen. Want de cowboy is de vrije jongen. En dit never. Kijk, ze zijn zo vlug met comitéetjes voor uitstervende walvissen, voor verdwijnende vogeltjes, voor zeldzame lijpen bloemetjes, hè? En in elke boom die er nog staat, is voor tonnen subsidie is een bas gepompt. En hè, al heb je maar zo'n persje, dan komt al de boomchirurg met zijn zwaailicht, ah, oh, boompie, wat is er? Terwijl jij als vrije jongen uren in de wachtkamer van je dure ziekenfonds geld kan zitten. Ruik ik dat toch, joh? Ja, ruik jij het ook? Hé? Hey? Ja. Wat is er dan? Een pestdus, zeg. Gooi ze raam open. Ja. Roland Regen. Niet te harde. Nee, is niet te harde. Gooi je raam open. Roland Regen, dames en heren. Men kan van hem zeggen wat ze willen. Maar 12 werven bij 24 billen. Roland Regen is in elk geval een gozer die weet hoe je een pistool moet vasthouden. En mensen uit die praktijk, die zijn in Nederland gewoon te weinig aan de macht geweest tot nu toe. En dat wordt daar tijd voor. Want willen wij de veiligheid een beetje tot veiligheid houden, dan moeten er meer vergunningen voor het dragen van wapens van vrije jongens. Nee, sorry, even. Nee? Nee, je hebt je lichten laten branden. Dan ga je niet, hij loopt stationair. Oké, sorry. Roland Regen zegt dan ook, kijk, de tijd van mooie woorden is voorbij. Wat? Nou ruik ik het nog, joh. Ik ruik niks. Jawel, ruik dan toch. Nee, dat is de haag wat je ruikt. Heb jij wat aan je schoen of zo? Het is nog wel pestdur. Nee. Heb jij niks aan je schoenen? Ik heb mijn schoenen toch ineens aan, tijdens de uitzending. Hey? Om ontspannen met de dames en heren te kennen praten. Nee, heb de cameraman misschien iets onder aan zijn schoenen? Hey? Zal ik kennen. Meneer Van Es heeft het aan zijn schoen. Nee. Hey. Het van jongen. Hier, heb er geen niks aan zijn schoenen? De damp slaat er nog vanaf. Nee, wacht even. Nee, hier, daar heb je toch weer zoiets. Nee, daar heb je weer zoiets, hè. Gaat afvegen. Dat je in Nederland geen stap buiten de deur kan zitten, of je hebt veiligheid aan je schoenen. Gaat afvegen en, dames en heren, excuses voor deze kleine dissident. Kijk uit voor het kleed. Hoog die poten. Denk aan de vloerbedekking. Maar nou nog wat heel anders. Men hoort vaak spreken de laatste tijd over het gat in de hand van Nederland. Dat wil de tegenpartij u graag laten zien. Gaat u even met mij mee? Kijk, dit is het gat in de hand van Nederland. Gemaakt op onze eigen ateliers. Het gat. Hoe komt dat gat er? Ze zeggen, doordat wij met z'n allen in de verzorgingsstaat te veel uitgeven. Hoe kun je dat gat dus laten verdwijnen? Nou, zeggen wij van de tegenpartij, door minder uit te geven. Hoe kun jij minder uitgeven? Door minder uit te geven. Wanneer kun jij minder uitgeven als de dingen minder kosten? Wanneer kosten de dingen minder? Als ze niet zo duur zijn. Hoe komen ze zo duur? Doordat die vrije jongen met zijn reet tussen de workmate van de BTW wordt geklemd, zoals na de groenteboeren weer. En dan nog gek opkijken als er straks rotte appelen op het binnenhof gevallen. Ja, hier ook.
Hè? Dus geef die vrije jongens de kans om goedkope, goede producten en redelijke kwaliteit te leveren in vrijheid van doen en laten. En de stop in het gat van de hand van Nederland, dat zijn alle vrije jongens bij elkaar. Dus op deze wijze wordt dat probleem opgelost en moeilijker is het niet. En zo denken wij erover. Zo denken jullie er toch ook over, collega Van Essen? Zo denken jullie er toch ook over? Zo simpel is dat toch? Zeer zeker. Want, tuurlijk. Dames en heren, de tegenpartij is de bona fideste. Juist. De solideste en de dynamo'ste partij van heel Nederland. Hé? U bent direct, doch lef verbonden met onze studio De Haag. De tegenpartij is van jou. Mogen wij even overgeven? Mag ik even een tijltje, jongens? En dan nou, programma punt 2 van Rugop 81. Het verkiezingsprogramma van uw tegenpartij. Een oud geborduurd spreekwoord, dames en heren, zeg: het buitenland ligt naast de deur. Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij, als je je huis uitkomt, struikelt over een Turkse jong met de spuiter in zijn arm. Volgens mij wordt daar ook niet mee bedoeld dat je je eigen liplazers kan lopen op zoek naar een broodje ros. Omdat je nergens anders ziet staan dan shawarma, 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 shawarma van die lijpe vermicelli-letters. Nou heb ik een neef, dat is zo'n gozer, want die hebben Shell-pomp in Zuid-Afrika. Ik schrijf vaak met die neef, ik zeg: is dat bij jou ook een heet hangtaboe, buitenlanders? Zegt hij nee. Ik zeg: waarom niet? Hij zegt: nou kijk, alle buitenlanders hebben hier de eigen thuisland. Zodat je nooit last hebt van de hele nacht lijpe muziek, blanke werkeloosheid en rare etensluggies. Ken dat in Nederland ook. Van Es, jij bent ordeleider. Licht dan eens even uit aan de mensen. Oh ja. Hè? Hoe dat in Nederland kan worden aangepakt, het probleem van de buitenlanders. Ja, de kaart erbij, kom op. Dat zien. Dames en heren, hier ziet u dan de nieuwe indeling van Nederland in 20 provincies. A la de tegenpartij. Kijk, heb jij dat wel zelf getekend? Of ik het nog weet, Jacobsen. Even kijken hoor. Uit mijn hoofd geleerd. Alle Grieken in Nederland, die stoppen wij weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend. Net als thuis. Eilanden, waterrotten. Dan heb ik hier op ons barmeubel, heb ik gezien dat Afrika, dat is heel geinig, wist ik niet. Kijk, hier, Afrika, waar leggen we? Hier, kijk, de grens op precies dezelfde wijze als hier, Groningen en Friesland, al zee. Dat leggen al zee. Dus dan hadden wij gedacht hier alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerijnen weg te stoppen, thuisland. Dat is net als thuis. Oh, je punt, dan alle Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat heet nou Turkenburg. Yes. Vanwege de ruime mogelijkheden van schapen. Lijkt mij ook heel. Dan krijgen we hier de Molukkers op de Veluwe. Vanwege de mooie natuur natuurlijk. Bomen. Dan de Surinamers in het zuiden. Is altijd weer een paar graadjes warmer. Denk aan de vrolijkheid. Denk aan carnaval. En de Arabieren. Dus wat vroeger Brabant en Limburg was. Brabant. Dan zeg je kijken. Oh ja, de Italianen komen hier. Juist. Dat heet dan Little Italy. Dat ziet er fantastisch uit. Maar mag ik even tussen u beiden komen, dokter Anders van Es? Als er nou Nederlanders zijn die zeggen: nee, ik blijf hier zitten. Ik vind het juist gezellig, die kleren zo. Ik ken dat. Dat ken zeer zeker. Oh, dat ken. Maar helemaal geen probleem. Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? Die gaan allemaal hier overheen. Kijk. Dit is de Randstad. Dat heet nou Blankstad. Blankstad. Daar kennen alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh, ze kennen niet zomaar de Blankstad in. Nee, dat ken ik. Met een pasje. Zo'n kaartje. Zo'n beetje plastic kaartje. Dat ze dan het kaartje laten zien dat ze dan naar Blankstad. Juist. Kijk, zo is de tegenpartij voor een multo-radiale samenleving. Daar zijn wij dus sterk voor. En denk ook aan de injectie die dit is voor de economie, toerisme. Want je zou toch wel hartstikke gek zijn met een gaatje in je hoofd als je nou nog in een duur vliegtuig naar Tunis gaat. Als je hier, we hebben het getekend, hier tussen Holweg en Wierum, lekker op je krent onder een strooie parasol tussen de Tunesiërs kan leggen. Ja, makkelijk zat. Zo, dames en heren. Zo. Maak uw tegenpartij van alle bange burgers weer vrije jongens. Dat ten eerste. Van alle buitenlanders weer binnenlanders. Dat is twee. En zo poes uw tegenpartij alle stront van de rassenknikker. Zo is het toch? Zo.